Corstets, een onderneming die zich bezighoudt met het verzamelen en verwerken van data en met marketingstrategieën, heeft gisteren de onderzoeksresultaten van consumentenpeilingen gepresenteerd. Volgens technisch directeur van Corstets, John Ramdat Tiwari, is het Consumer Confidence Indexcijfer ten opzichte van 2020 gestegen. De resultaten die zijn gepresenteerd werden verzameld tussen 2019 en 2021. Ramdat Tiwari geeft aan dat deze data beschikbaar zal worden gesteld voor een ieder. Dat de Consumer Confidence Index, de CCI, met plus 9,8% naar voren is gegaan. En dat is een heel goed teken voor ons als land. En het geeft ons ook weer data, het geeft ons informatie. Dus alle deelresultaten hieruit geeft ons heel wat informatie om ons beleid aan te passen, om te werken aan verdere efficiëntie, verbetering van onze budgetten, etc. We zullen dit onderzoek jaarlijks blijven uitvoeren. We worden niet gefinancierd door een externe partij hiervoor. Dat is allemaal uit eigen middelen. En we, zoals ik aan het begin aangaf, proberen het steeds in het derde kwartaal te publiceren. Dus vanaf 2023. Sherida Mormon, directeur van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, VSB, zei dat deze data goed zal worden gebruikt. Volgens Sarita Fient, die namens minister Reshma Kuldipsing sprak, worden de peilingen die Corstets houdt gebruikt voor het beleid van het ministerie. En ik denk dat dit één mogelijkheid is waarbij de mensen vast kunnen van data te kunnen voorzien. Deze vraag is al vaker gesteld door verschillende organisaties en bedrijven. En eigenlijk staan we altijd verlegen te kijken van oké, maar waar gaan we daar naartoe? Oké, je kan daar gaan, je kan daar gaan, overal gefragmenteerd. Maar dit is een bijzondere stap en complimenten namens VSB. En zoals ik het in het begin heb gezegd, het is brandstof nog voor groei. Het is inderdaad een basisingrediënt voor innovatie en groei. Het toepassen ervan en toegankelijkheid zijn van data. Want we hebben heel veel data in het land, maar het is vaak genoeg zo gefragmenteerd. En dat je het op één plek kan vinden, is alvast prijzenswaardig. Corstets vergaart data, wat er heel belangrijk is voor het ministerie van EZ, om het beleid ten aanzien van consumenten te verbeteren. We zullen dit zeker meenemen, de data die door Corstets is verzameld, bij het gebruik van de kanalen voor consumenten. Om consumenten te bereiken, wordt er op de Facebookpagina van het ministerie van EZ tips en nieuwsartikelen gepubliceerd. Met de vergaarde data van Corstets kan het ministerie haar awareness naar de consumenten toe effectief en efficiënt uitvoeren. Het ministerie stelt het zeer op prijs dat zo een initiatief is genomen door dit bedrijf. Voor het jaar 2021 staat de Consumer Confidence Index CCI in Suriname op 95. In 2020 was het cijfer nog 84. Het geeft aan dat het vertrouwen van de consument aan het verbeteren is, meent Ramdat Tiwari.